In het Vlaamse Kuurne zien duizenden Belgische wielerfans hoe de renners zich in de stromende regen melden voor de tweede grote koers van het voorjaar. Een dag na de omloop, het Nieuwsblad, is het Kuurne-Brussel-Kuurne. Voor de Rabo-renners een mooie gelegenheid om de pech van de omloop te vergeten, vindt Rick Flens. Nou, zeker. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Dus we gaan er wat moois van maken. De omstandigheden zullen niet heel makkelijk zijn. Nee, maar het zijn voor iedereen hetzelfde. Dus het is nu komt een beetje op instelling aan en hopen dat de wind een beetje gunstig is in het begin. En dat we in het heuvelgebied wat kunnen forceren. Dat moet dan mogelijk leiden tot succes voor Oscar Freire, die in het jonge seizoen al 3 overwinningen boekte. I hope to be good. That the weather that we have now is for everybody. So normally we race always together. So I expect a good race today. Als de 195 renners van start gaan, is de sfeer nog ontspannen. Zoals bij Nick Nuyens, die er zijn gemak van neemt. Maar dat verandert snel. De omstandigheden worden bar. Regen en storm teisteren het peloton, dat snel uitdunt. Uiteindelijk bereiken slechts 25 renners de finish. Sebastian Langeveld wordt 10e. Maar Rick Flens maakt de dag van Rabobank goed. Hij rijdt heel lang in een kopgroep van 3 en wordt achter Bobby Traxel 2e. Maar na afloop kan hij aan slechts 1 ding denken. Ja, koud. De eerste reactie. Nee, ik ben heel blij. Goed, als de koers zo loopt, zoals het nu is geweest, dat het echt vanaf het begin af aan beuk is. Ja, dan kom ik er wel aardig door. Ik denk op die klimmetjes heb ik mezelf verbaasd. Op de kassei had ik heel veel grip en power. En dat je uit die groep naar voren kan rijden, ben ik heel content over. Fris gedoucht en vooral opgewarmd, vertelt Flens in het hotel, onderweg stiekem aan de winst te hebben gedacht. Ja, tuurlijk. Ik voelde wel dat de benen goed waren vandaag. Alleen de heuvelzone en de finish lagen nogal ver uiteen met veel tegenwind. Dus dan kom je al op vlakkere wegen te rijden en dan is het moeilijk om een Traxel te verrassen. Want je wist dat je die kwijt moest raken als je naar de finish ging? Ja, of hij moest helemaal kapot zitten, maar dat was niet het geval. Dus helaas, de overwinning was helaas dit keer niet binnen bereik. Last gehad van kou of viel het mee? Nou, ik denk als je van voren koerst voor de overwinning, dat op een of andere manier die kouprikkel aardig weg ebt. Maar toen ik over de finish kwam, kon ik mijn lichaam niet stilhouden. Komt het toch uit. Karakteriseert misschien je resultaat van vandaag dat je een stap in je carrière hebt gezet? Persoonlijk zeker. Aan de andere kant ben ik heel veel in functie van de ploeg. En doe ik dat ook met volle overtuiging. En nu kon ik mijn eigen kans gaan. En dat dan zo uitpakt, dat is heel mooi.